We gaan dieper en dieper in de ongerepte natuur van Taiwan. Want hier in deze bergen leven nog de oorspronkelijke stammen van dit eiland. De echte indigenous people. Wij gaan daarna op zoek en ik neem jullie mee. We gaan op zoek in deze oerwouden. De ongerepte bergen, vol met zwarte beren. Yeah, have you seen the black bear? You sometimes, see? Sometimes. Yeah? Yeah, I see. Oh, most dangerous. De indigenous people, de hunter tribes. Oftewel de oorspronkelijke stammen. Wij als modern mens leven in de urbanisatie. Maar lang terug in de tijd geleden was dat totaal anders. We leefden in grotten, in bossen, verzamelden en jaagden. En op sommige plekken in de wereld wordt dat nog steeds gedaan. Voor een flink avontuur, we zijn lekker de stad uit. In Taiwan zijn 16 stammen gevestigd. Nou, gestoord. En wij gaan daar naar op zoek. Zo, volgens mij hebben we gewoon een afspraak. De tribes in Taiwan zijn enkel niet meer zodanig traditioneel dat ze volledig leven van verzamelen en jagen. Er zijn wel plekken op de wereld waar dat zo is. Maar in Taiwan zitten de tribes midden in de spagaat tussen het moderne en het ouderwetse leven. I think the life is, they have everything, no? And some of them prefer live in the traditional style. Ze jagen nog enkele keren per maand voor hun eten. Maar combineren het met af en toe een bezoek aan de supermarkt. Een bijzonder leven waar ik graag meer over wil weten. Maar goed, hoe vind ik die mensen? The indigenous, they live earlier than the Chinese immigrant to Taiwan. They're first living on this island, okay? Now it's over 16 tribes more. And they're living in Taiwan. They keep their own, you know, language and their own culture and their own, you know, clothes. Ze leven in het midden en aan de oostkant van Taiwan. Deze bergketen bedekt 75% van het totale landoppervlak. Met meer dan 60 toppen boven de 3000 meter. Hier zo achter mij zien jullie ook duidelijk alle verwoesting die de tyfoon heeft afgericht afgelopen weekend. Tijdens mijn eerste dagen in Taiwan heerst er een tyfoon over het eiland. De zee is heel heftig naar het land gekomen, waardoor er zoveel water heen spoelt, waardoor in combinatie met de wind al die bomen zijn omgevallen. Ik vertel jullie dit om kennis te laten maken met de natuur van Taiwan, die totaal anders is dan die van Nederland. Er zijn ook 2 mensen overleden tijdens deze tyfoon van gisteren. En daarnaast zijn er ook 300 plus mensen naar het ziekenhuis gebracht met schade aan hun lichaam. Tijdens onze autorit richting de bergen merken we de effecten van het onverschillige weer. No fish. Oh, no. Ah. Kijk, hij heeft hier in ieder geval wat octopus afgehaald. Ook voor deze man is het geen gemak om aan zijn eten te komen tijdens weersomstandigheden als deze. We stijgen honderden meters onderweg naar de kern van Taiwan. De hoge, ongerepte bergen. Pop is met Google vertalen even kijken op dat bord wat er nou staat en of we hier dus in mogen. We mogen door. Enkel waarschuwt de lokale overheid voor gladheid. Vanaf nu rijden we een lange bergpas in, waar we dan ook een volle tank benzine voor nodig hebben. Kijk. Daar slapen dus meerdere mensen. Hallo. Hallo. Om de nacht door te brengen slaan we ons kamp op langs de weg. Hier ook eentje, daarachter nog één. Heel bijzonder, dit is een plek waar je denk ik gewoon mag en kan kamperen. Dus we gaan hier lekker slapen. We gaan de komende dagen dus ook dieper de bergen intrekken. Om daar op zoek te gaan naar de wilde tribes die hier in Taiwan zich bevinden. Een soort van de Indianen van Taiwan. En terwijl ik mijn kamp opsla, krijg ik een melding op mijn telefoon. Een aardbeving. Niet ver bij ons vandaan. We zitten hier bij onze tent en we krijgen zojuist een melding van een aardbeving hier in de buurt. We hebben nog niks gevoeld. Maar dat hoort dus wel allemaal in deze gebieden van de wereld. Die tyfoons die dus kunnen oprukken, maar dus ook aardbevingen. We can still find them. You go to the mountains, you will see them. The mountains? Yeah. Op deze manier klinkt het makkelijk. De berg inrijden en ze zomaar gewoon zien. En hier zien we deze pilaren waar dus ook allemaal afbeeldingen staan van die oude stammen. Hoe ze hier dus vroeger leefden. Met ceremonies, gevechten. Toch merken wij dat waar we het ook vragen, niemand het precies weet. There? Oezo, oezo, oezo. Oké. And they do like... Uh-huh.
Oké. Okay. Hij zegt, het is hier dichtbij, tenminste dat lijkt ik me te verstaan. Na wat lichaamstaal en geteken hebben we de eerste sporen bij elkaar van onze zoektocht. Thank you, mate. Okay. Er komen twee dikke apen naar ons toegerend. We proberen ons aan te vallen, dus we zijn weer terug naar binnen gegaan. Maar door de vorige man gesproken te hebben, hebben we een richting. Maar eenmaal verder raken we de weg toch weer kwijt. We vragen het bij het politiebureau. Ja, er staan even allemaal borden hier. Wat er gevaarlijk aan is. Nio, we are looking for the tribe. Or... What's it now? No? Huh? Nothing here? Huh. We are vibes. We can't. Voor dagen achter elkaar zetten wij onze zoektocht door. We rijden kilometers en spreken ontzettend veel mensen aan. Nio. Like traditional tribe? De meesten willen helpen, wijzen zeker ook een bepaalde kant op. Bang! Ja, bang! Poedi! Hey, laia! Sommige locals hadden zelfs nog extra hulp erbij. Maar echt ergens arriveren doen we niet. Nou, gestoord. Deze hele zijkant van de rots is ingestort. Bizar, hier links ook de vangrail, moet je kijken. Dit licht is gewoon helemaal vol. Gewoon over de vangrail heen gekomen, vanaf daarboven. Holy shit. Dat is van, misschien van de tyfoon ook. Op het internet kun je wel het een en ander toeristisch boeken, maar dat voelt een beetje neppig en puur voor de entertainment. We zijn in ieder geval nu in die bergen, waar dus ook al die zwarte beren zijn. Hoe dieper we komen, hoe meer de natuur tot leven komt. Dit zijn nog tekeningen. De stammen die hier muziek spelen, hier een oud huis hebben gebouwd. Hier wat koffie drinken. Alles wijst erop. We komen dichterbij. Opeens heeft ze door wat wij bedoelen. Ze trekt opeens een luik open hier in dit huis. Blijkbaar zit daar iemand onder. Dat is een van die hunters dus nog. Zo, volgens mij hebben we gewoon een afspraak. Ja. Het is heel bijzonder gegaan. We zijn in contact gekomen met de restauranteigenaar. Ja, die begon opeens een kelder te openen. Letterlijk ging er een luik open en er kwam opeens de chef uit. En die kent weer iemand en die jaagt. Ja. En morgen kunnen we om 8 uur 's avonds spreken we hier af. En als we het allemaal goed hebben begrepen, want het ging allemaal in gebrekkig contact. Het gaat met handen en voeten natuurlijk. En dus echt mee met de hunting tribe, zoals ze dat vroeger deden. We boekten een nacht bij, pakten al onze spullen. Ik trainde wat voor de marathon van volgend jaar. Let's go! En we wachten tot 8 uur 's avonds. This is your gun. Yeah, black bear, so high. Yeah, terrible. Oké. Dangerous. Dangerous. Het is inmiddels de volgende dag. We staan hier op de afgesproken plek. Alleen kan het helaas niet meer doorgaan. Ze zijn blijkbaar al het bos ingegaan. Het zijn namelijk vrienden van deze man. We zouden dus met de vrienden van deze man, die onderdeel zijn van een originele stam, mee gaan jagen in het bos. Maar helaas zijn ze al vertrokken. En wanneer we vragen of we niet zelf het bos in kunnen om zijn vrienden te zoeken, zegt hij dat het veel te gevaarlijk is om zonder hun het bos in te gaan. How do you react? Ja. Yeah. You run? No. Don't. You have to face him and walk back slowly. Because they don't know that they're bigger than humans. Yeah, have you seen the black bear? You sometimes, see? Sometimes. Yeah. De man bood mij een sigaret aan. Okay, thank you. Okay. We zeiden hem gedag. En we gingen door met onze zoektocht. Maar we gaan het niet meer vragen. We gaan gewoon de bossen in. We gaan het wild induiken. Er leven hier heel veel wilde dieren. En de komende 48 uur gaan we dan ook enkel met vocht, zonder eten, door de natuur trekken. Daarachter gaan we beginnen. En dan gaan we deze berg overklimmen. En het avontuur gaat nu echt beginnen. Daar gaan we. We hebben 3 liter water per persoon mee. Een tent, een hangmat, slaapzakken. En dat is hem. Het wordt een uitdagende tocht. En hier bij deze brug gaat de trektocht officieel beginnen. We hebben geen eten en moeten honderden meters stijgen. Maar het is in onze beleving de enige manier om dichter bij de tribes te komen. Oké, watch out.
trail closed due to typhoon strike. Het is afgesloten door de tyfoon die recent overheen is gewaaid. Please do not enter area without a permit. En deze weg is steil en lang en gaat door een aantal natuurlijke wilderness areas. En die zijn het thuis voor wilde dieren. Enkel zijn er ook zwarte beren hier in Taiwan. Nou, nu is ieder vierkantje vier beren, dus reken maar uit wat de kans is. Het is een flink stijlpad recht omhoog. En er zijn hier ook heel wat wespen. Dat is klote, ja. Ik ben ook nog allergisch voor. Het zijn dunne paadjes, steile afgronden. Het gaat ook direct echt flink omhoog. Hier wil je niet invallen. Oh. Zo, de flinke kikker. Hier moeten we naar boven. Wat een uitzicht. We zien nu ook geen leven meer, geen stad. En dat is precies wat wij hier zoeken. De trektocht was zwaar, uitdagend en het pad, die waren we al even kwijt. Waar is het pad weer gebleven? We zijn eigenlijk constant een beetje het pad telkens kwijt en dan vinden we hem weer. Maar bijvoorbeeld hier. En wat is hier nou het pad? We besluiten om recht naar de top te klimmen. Zo, we maken een eigen pad. Maar we zijn hier maar met één doel en dat is het vinden van die wilde stammen. Echter vinden we tot nu toe nog geen enkel spoor van een wilde stam. En hoe verder we komen, merken we dat het steeds donkerder wordt. We moeten een plek gaan kiezen om de nacht te gaan doorstaan. En moeten we een beetje die kant op of moeten we juist rechtdoor? Het is ook goed uitkijken voor slangen, want dit zijn echt van die typische vochtige gebieden. Een beetje donker aan de grond, heel nat. We moeten deze berg sowieso omhoog. En het voordeel is, hoe hoger en hoger we komen, hoe minder de kans op slangen. En daar zijn het meer open vlaktes. En is het ook, als het goed is, wat droger. Hopsakee. Dit lijkt op een signaal van het pad. Geen idee wat er staat, maar het is een teken van de goede weg. Tenminste, dat hoop je dan maar. Woehoe! We moeten ons kamp gaan voorbereiden. En dat begint bij warmte. We gaan hout verzamelen. Dus we moeten zo meteen even een vuurtje gaan maken. En daarnaast is een vuurtje ook wel echt belangrijk om dieren tegen te gaan. Hier gaan we slapen. Ja, het is allemaal nat. We hebben hier een plat stukje gevonden. Maar je moet even met de wind straks goed stenen eromheen bouwen. We bereiden ons voor op de nacht die komen gaat. Na een dik uur werken krijgen we het vochtige hout toch aan. Fuck was dat? Jezus. Ik denk net of het op schoten bijna of ja. op. Een kabaal. Geen idee, maar iets in de verte zorgde ervoor dat er heel veel rotsen met gekletter naar beneden kwamen. Gewoon erosie en de berg die af en toe wat steentjes loslaat. Misschien een wilde aap, maar toch werkt je brein dan anders. Als je daar eenmaal in je hangmat ligt in het pikdonker, is het enige waar je over nadenkt die zwarte beer. Na een nacht slapen gingen we verder. Het was een helse nacht. Morgen! Hier een mooie oude plek, hier een mooie open plek. We vinden iets van sporen. Banddeksel. Handschoentjes, een oude plek waar vuur is gemaakt hier zo. En daar zelfs een oude waterput zo te zien. We besluiten de berg weer te verlaten en terug naar de auto gaan. Want we hebben nog één mogelijkheid, waar we naar veel sporen achter zijn gekomen. Kijk eens, er groeit hier gewoon lekker koffie. You drink? Yes. De zoon van deze meneer wil op camera verschijnen. Very long time. I don't know. Actually, yes. But it's very long. Before Chinese people go to Taiwan. Als leeftijdsgenoot zit hij tussen het traditionele en het moderne leven in. What is the biggest change within the tribes? Because of course the world has changed. Lifestyle. It's different. Yeah. Long time ago, we can go to the mountain to hunting. Yeah. Or just can just grab some
fruit, we all they all will to buy something. Maar los van afkomst en DNA, is er dan tegenwoordig überhaupt nog een verschil? Their mind is different. If you in the tribe, cultures thinking is different. What is the main difference? If you in the city, you think it's about the city, your city life. Yeah. But in the tribe, your thinking is different. Because I know everything in here. Because willpower is more, is... And the fingers, stronger fingers. Yeah. But now we are weak. It's weaker, so... So, you take the coffee from the plants? Yeah. Like business? Just we can dream. Yeah, so it's for your own use. Yeah. En dit bedoelde hij net precies met de andere manier van denken. Waarbij ik al die bomen als eurotekens zag, ziet hij het gewoon als koffie voor zichzelf. These are cookies from the Netherlands. Stroopwafels. Wow. Yeah. Thank you. Take some coffee. Sure. Conversation with other people. Can you like really speak with this? Oh, this song have our emotion. Maybe it's happy song, maybe it's sad song. We will use this first. Let you know how I'm feeling. We never say first. So how do you feel now? Can you play? Ja. Hij is dus nu een liedje aan het spelen. En daarmee beschrijft hij dus nu zijn gevoel, zijn emoties op dit moment. How you feeling? How I feel like, okay. It's more uplifting a bit. You think I will, how I feel? Yeah, I think good. Okay, this song is for dancing. So it's happy song. En precies dit is de reden waarom wij dagenlang op zoek zijn gegaan naar een lokale stam. Een ontdekking waar ik nog nooit van af wist. Communiceren over je gevoel via een liedje. Voordat je erover begint te praten. Een traditie, een element van de cultuur, waar ik nog nooit van gehoord heb. En dat typeert nou echt zo'n stam. Mijn avontuur is geslaagd. Je kunt mijn avonturen supporten door een duimpje op deze video omhoog te doen en in de reacties een comment achter te laten met wat jij van de video vond. Volgende week zaterdag ben ik er weer. Tot het volgende avontuur.